Ik ben Geert Lindenholz, ik ben akkerbouwer hier tussen het Wolde. En ik maak van mijn mooie producten die ik teel op het land voedsel voor jullie. Elk jaar hebben we hier een moderne oogstdag begin oktober. Zo kunnen we uitleggen waarom die boer nodig is in je regio of in ieder geval in je omgeving. Mijn koolzaad persen we tot olie, dus mooie koolzaadolie om in te bakken en in te braden. Mijn veldbonen maal ik en dan maak ik een fusilli of een falafel van. De boekweit en de haver en de bonen zitten in de pannenkoekenmix. En we hebben een glutenvrije broodmix. Hij heeft iets ontwikkeld, dat is een soort veldbonenmeel. En als je dat iets bij doet, vocht, dat kan frisdrank zijn, kan olie zijn, kan allemaal sapjes zijn. Dan kan je vegetarische ballen maken, de ballen van Geert. Maar dat vind ik fantastisch. Een Nederlands product, alles Nederlands, lekker lokaal. Gaan we samen cake halen? Heb jij een stuk cake? Ja, ik heb zeker. Ook die veldbonenmeel? Ja. En die olie? Ja. Dus er zit veel meer eiwit in dan in normale cake. In normale cake heb je ongeveer 3% eiwit en hier zit 12% in. Wat nou ook mooi is van dat spul, het is allesvrij. Lactovrij, het is glutenvrij. Het hangt alleen af welk sapje je erin doet natuurlijk. Ik heb hier dus gewoon koffie. Oh la la, dit is gewoon dit is de koffiebal. Hij gaat goed man. Ik heb gewoon een bak koffie. Met jouw ballen gedaan. Wie wil het proeven? De ballen van Geert. Je steekt met de tent niet in de bek, heb je, hè? Oh ja. Ja, kleine geitje, sorry. Ja. Inzeg, hè? Ja, lekker. Hey Geert! Ja! Je hebt lekkere ballen, man. Ja, dat wist ik, man. Dat wist ik. Jongens, ik heb hier ballen van Geert. Fuck maar. Wij wonen op het mooiste plekje van Nederland, vind ik. Dus we hebben een eigen windmolen, een EAZ-windmolen met houten wieken. Die levert de stroomvoorziening op mijn bedrijf. We hebben twee tractoren die rijden op koolzaadolie. Zo kunnen we laten zien hoe landbouw ook duurzaam kan zijn. Lekker, hè? Oh, smaak ze! Ja, ja, dat is een hele fijne appel. Ja. Maar dat is in de stad niet te koop. Nee, maar in de stad is niet zoveel te koop. Och nee, dat maakt niet zijn. Nee, nee, maar bij ons op Linden is wel veel te koop. Ja, ik noem hem de opa van de appels en die weet alles van appels. En vertelt hij allemaal verhalen over. Dat vind ik zo mooi. Dit is toch kikken? Dit is hem, kijk, kijk, kijk. De Limburgse ossenkop. En die heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Dit is een openbaring. Dus hij is echt lelijk, gewoon. En daar word ik blij van. Hier zijn mensen die verliefd zijn op hun product. Welk appelras is nou niet te eten? Nou, ik vind de Limburgse ossenkop geen topper. Nee? Nee. Die heb ik net lopen aan. Ja, ja, ja. Voor de moes. Ja, ja, voor de moes is hij goed. Maar hij is niet tevreden voor de rest, maar voor de moes goed. Nee. Als boer teel ik producten. En dat probeer ik op een hele goede, duurzame manier te doen. We zijn regeneratief. En dat is een andere denkwijze. Maar dat is meer kriebelen aan van, hey, weet waar je eten vandaan komt. Ga er eens over nadenken. En zo kun je samen dat verhaal vertellen van, hey, dat is jouw eten. En daar ga jij je mee voeden. Die vind ik interessant.